Hallo, welkom bij het videoverslag van de healing van 24 februari 2022. De healing blokkades leefomgeving. En het gaat over de blokkades die in je wereld om je heen, waardoor jij je beperkt en belemmerd voelt. Waardoor jij het idee hebt dat je onvoldoende tot je recht komt. Vaak zitten die blokkades meer in ons hoofd. En is het niet werkelijk zo dat die omgeving ons beperkt? Of zijn er wel beperkingen door de omgeving die we hebben, maar laten we de impact daarvan groter zijn dan dat werkelijk nodig is. En daar is dus in deze healing aan gewerkt. Ik mocht hem eerst weer helemaal mooi openen en echt, ik voelde die energie weer om ons heen gaan, echt weer als een omhulsel, zodat die veilige setting er was om te beginnen. En daarvoor had ik natuurlijk weer de kristallen uitgezocht, de kaarten uitgezocht. En tijdens de healing is de cirkel aangevuld met verschillende elementen. Want als je op de foto kijkt aan het eind, dan zie je daar ook twee Tibetaanse bellen tussen zitten. Een kleine kangschaal, een tingsha. En je ziet de drum en de miltoon. Die lagen er aan het begin van de healing nog niet. Die zijn er in de loop van de healing bij de cirkel ingekomen. Het is dit keer een cirkel met veel kristallen. Die ook alle kristallen die in de cirkel liggen, hebben meerdere aspecten. En het ging dus ook om onze veelzijdigheid. Dat we meerdere kanten van ons zijn. En dat we dus soms bepaalde kanten veel te veel inhouden. Niet durven laten zien aan de wereld om ons heen. Vanuit een bepaalde angst. Soms angst voor kritiek. Ook angst dat je misschien niet goed genoeg bent. Angst dat het er niet mag zijn. Misschien ben je op het verleden gecritiseerd op je meningen. Weet je, verschillende dingen gewoon. Op je kwaliteiten, hoe je bent, hoe je er misschien wel uitziet. Dat verschillende zaken je niet echt krachtig op één lijn voelt met wie je wezen bent. En dat je ze dan inhoudt, dat je je beperkt. Of dat je juist dan het idee hebt dat je echt veel meer aanwezigheid moet claimen om maar zichtbaar te zijn. Maar daar, aan dat soort elementen, is dus nu gewerkt. Eerst met de drum. En dat begon ook met zang, met klank, met de drum. En dan mochten we ons verhalen vertellen hoe we ons beperkt voelen door de wereld. Ook, weet je, op dit moment is er natuurlijk de situatie in de Oekraïne aan de gang. Misschien geeft dat ook wel angsten. We hebben natuurlijk de coronatijd achter de rug gehad. Misschien geeft dat ook bij jou angsten en beperkingen. Dat je minder ruimte ervaart om te zijn wie je, dat je in de verdrukking voelt. Of dat je je zorgen maakt over waar het naartoe gaat met alles. Dat is die wereld om je heen. Maar door de angsten en de zorgen die je hebt, kun jij je laten beperken. Bewust en onbewust. Dat je toch je klein houdt, anders houdt dan wat je eigenlijk zou willen zijn. Of hoe je eigenlijk zou willen doen. Kijk weer naar die cirkel hier voor me. Maar met die drum mocht dat verhaal dus helemaal verteld worden. Hoe jij je voelt, waar je beperkt wordt. En daar viel verschillende aspecten op te doen. Dus dat verhaal duurde best een hele tijd. Dus ik heb zitten drummen. En het verhaal mocht loskomen, het mocht gehoord worden, het mocht aanwezig zijn, de trilling mocht er neer worden gezet, zodat daarna die trilling kon worden omgezet. En dat gebeurde daarvoor eigenlijk ook al met de miltoon, want ik begon niet met de drum, ik begon met de miltoon, besef ik nu. En die miltoon is die chakra's, dus die gaf alweer de stabiliteit om je te laten zien, hè, dat je die veiligheid hebt, dat het mag zijn, dat die balans er is, dat de balans er is tussen het spreken uit je hart, je intuïtie volgen, dat het er allemaal mag zijn en erkend mag worden. En ga niet voor niks in de verkeerde volgorde in het verslag. Want dat zijn de stappen die nodig zijn. Dat je iedere keer weer beseft, oké, ja, eerst is het terugkomen bij mezelf. En dan is het weer naar de buitenwereld aangeven wat ik wil, wat ik voel, wat ik ervaar. En dat verhaal vertellen, dat hebben we dus gedaan. En daarna moest dat verhaal natuurlijk nog weer gekend worden, omgezet worden naar durven zijn wie je zijn en dat ieder aspect van jouw zijn mag zijn. Dus dat ging zo ook door met de drum. Dat hij meerdere kanten, meerdere ritmes gaf met beweging in de cirkel eromheen, je eigen ruimte zoeken. En waar in de eerste rondes met lopen rondom de cirkel, ik met de rug naar de healingcirkel zat, dus met andere woorden, niet onder ogen durven zien, wegkijken, de rug toekeren. Vooral maar denk, je in de slachtofferrol zetten. Denk dat je er niks aan kunt doen, dat er niks te veranderen valt. Dat jouw mening er niet toe doet, dat jij er niet toe doet.
En in de loop van de healing draait het om dat je midden in de cirkel kan gaan staan. Eigenaarschap nemen, kijken naar wat er speelt. En ga voelen, oké, wat kan ik eraan bijdragen? Waar zitten mijn elementen? Dat ik misschien toch kan verschuiven. Of waar kan ik kiezen voor mezelf? Zodat die wereld minder impact heeft. Hoeveel aandacht geef ik die wereld? En wat geef ik in die wereld aandacht? Dus die elementen gingen door. En er kwamen dus ook een klankschaal bij te pas. De bellen bij te pas. En er staan twee bellen in de cirkel. En de ene bel stond meer symbool voor de mannelijke energie. En de andere voor de vrouwelijke energie. En de ene is dus meer bedachtzaam. Hè? De vrouwelijke energie is meer bedachtzaam, zorgzaam, nadenkend. En de mannelijke energie staat meer naar buiten treden. De actie, weet je, de aandacht zoeken. Dus dat kwam ook in balans. Dus ook daarin is een balans gezocht. En die kleine klankschaal was ook meer van bevestigen, met trillen. Van ja, ik mag dit zo gaan doen. Ik mag die andere manier van staan en zijn. En weer mijn eigen aandacht zoeken, want dat mag er zijn. En uiteindelijk werd dat bevestigd door de tingsha. En die tingsha moest ik ook doen boven de verschillende elementen in de cirkel. Dus dat ook die onderdelen, die symbool staan voor de verschillende breinen van jezelf. Hè? Je hart, je darm, hè? Je intuïtie en je denken, je echte brein, zeg maar. Dat die drie ook weer uitgelijnd worden, afgestemd op elkaar. Zodat jij vanaf nu aan toch de wereld kan waarnemen, accepteren en besluiten. Ja, maar even, daar hou ik afstand van. Dit laat ik toe. En dit kies ik voor om te laten zien naar de wereld. Niet dit verberg ik, nee. Dit is waarvoor ik ga staan. Dit element van mijzelf voeg ik nu toe. Ik geef dat toe. En dat is dus een mooie voor hoe je die verschuivingen kan doen. Nou hoop ik dat de video nog lang genoeg doorloopt met Kara. Maar zoals ik benoemde net, de situatie met de Oekraïne. Dan denk je misschien, ik ben machteloos. Ik kan hier niks aan doen. Al die keuzes gaan buiten me om. Maar wat je wel kan kiezen voor met jouw aandacht, is niet die oorlog aandacht geven. Niet die slachtoffers aandacht geven. Maar kijk naar de mensen in jouw omgeving. Kijk naar fijne relaties, fijne verhoudingen in jouw omgeving. Dat je denkt, dit is mooi. Zo gaan mensen samen goed met elkaar om. Geef je aandacht aan dat. En richt die energie. En probeer die energie vast te pakken voor jezelf. En probeer die dan groter te zetten over jouw hele plaatje van de wereld. Dus vergroot die energieën die je fijn vindt. Maak dus noods met je handen zo'n beweging. En zet hem dan over het plaatje van de wereld zoals je het wil. En hoe meer mensen dit gaan doen, dus die aandacht geven aan de fijne relaties, aan goedlopende relaties, aan, met collega's, met buren, met je familie, met vrienden, met het personeel in de winkel. Goede verstandhouding. Als we dat allemaal goed aandacht gaan geven, dan is dat een tegenenergie voor al die zaken waar het niet goed gaat. En hoe meer dat groeit, die positieve aandacht groeit, hoe meer dat andere naar de achtergrond gaat verdwijnen. Dus je hoeft niet te kiezen voor de drama, je hoeft niet te kiezen voor de ellende. Je mag je aandacht richten op het positieve en daarmee verklein je indirect het negatieve in. Dat is jouw bijdrage en zo kan ook jij verschil maken. Dankjewel voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Doeg! Oh, helemaal te